In het Groningse Zandeweer kunnen Ingrid en Pieter al hun creativiteit kwijt in hun droomboerderij. Welkom op IJzingenheem, ons huis. Kom binnen. Wij zijn hier eigenlijk per ongeluk terechtgekomen. We waren een weekendje hier op vakantie met z'n tweetjes vanuit het westen. En vonden het hier prachtig. Een soort Frankrijk van het noorden is het hier. En de boerderijen waren schitterend. Ik vind vooral die vrijheid en die ruimte. En dat de huizen die staan gewoon op zichzelf. Ik vind dat gewoon vond ik prachtig. Ik was in één keer gegrepen. Ja, dat wonen, dat is hier natuurlijk geweldig. Er is rust, er is ruimte, er is vrijheid. En ik heb het geluk dat ik het qua werk wat rustiger aan mag doen de laatste tijd. Dus het is hier voor mij volop genieten. Rust is hier enigszins betrekkelijk, want het is echt mega veel werk. Maar er komen hier best veel mensen. Er komen ook heel veel mensen helpen. Dat is echt goud. Dus rust en ruimte. En veel samen zijn. Dit is een herenboerderij. De grondsteen is uit 1884. En je ziet dat deze boerderij wel al voorkomt in een akte uit 1415. En het heet IJzingenheem. En die rijke herenboeren van vroeger, die wilden natuurlijk heel graag laten zien hoeveel geld en hoeveel grond ze bezaten. Vandaar ook die prachtige voorgevel van deze boerderij. En zo zie je ook dat portiek met de voordeur. Maar eigenlijk werd die voordeur nooit gebruikt. Die voordeur werd gebruikt op de dag dat de dochter ging trouwen of bij je dood. Het is heerlijk om stromend water over het terrein te hebben. En inmiddels hebben we hier al 5, 6 vijvers gemaakt. Het probleem met vijvers is vaak alleen dat het volloopt met wier of met kroos. Nou, wat we uitgevonden hebben is de gracht, daar pompen we water uit. Het komt in de vijver en we maken allerlei beekjes over het terrein, zodat het als een natuurlijk filter verschijnt. Nou, toen we hier 23 jaar geleden kwamen, was het groen, geel, paars en heel veel blauw. En we hebben hier een muur weggehaald. Dit was een gang. Hier was een overdekte kast. Daar was een deur naar de badkamer. Ja, we hebben eigenlijk best heel veel gedaan. Nou, we kwamen met 3 kleine kindertjes. En die vonden het begin eigenlijk wel heel erg lastig om hun weg te vinden. Toch in dat voor hun, in hun ogen hele grote huis. En gelukkig komen ze nog steeds. Dan nemen ze hun haanlang mee. En wat ze niet verleerd zijn, is toch weer even een klusje te doen. Onze stijl is eigenlijk echt onze stijl. Het past niet per se qua historie of qua jaartallen bij elkaar, denk ik. Maar het is improviseren. Kijken wat past. Als je bijvoorbeeld daar dat ijzeren ornament daarboven ziet, dat hoort eigenlijk onderaan op een raam. Maar ja, dan zie ik dat en dan denk ik, oh, dat past daar goed. Dus het is veel laten groeien, laten gebeuren. Oh, dat is leuk. Ja, en als je het kort wil samenvatten, dan is het eigenlijk ook een verzameling van religieuze kunst en opgezette dieren. Wat ik merk dat ik doe, is dat een soort tafereeltjes maak, een soort beeldende schilderijen maak. En dus met die elementen van taxidermie en religieuze kunst, hier heb je een hele kolonie eekhoorns. Hier zit ook een kleintje. Piranha in een pannetje. Nou, en zo is het hele huis eigenlijk vol met beelden. Zometeen de gang die meer weg heeft van een kerk. In Noord-Groningen verrijken Ingrid en Pieter al meer dan 20 jaar hun oude herenboerderij met eigenzinnige creaties. Nou, dit is de opkamer. Dat heet opkamer omdat die onderkelderd is. Maar we hebben voor elke ruimte eigenlijk een naam. Want ja, het huis is zo groot. Dus dit is de opkamer. Hier zitten we eigenlijk nooit. We zitten eigenlijk sowieso
nooit. Maar soms als het in de winter hebben we de houtkachel aan en open. En dan kunnen we hier nog wel eens verblijven. Ja. Wat ik zo bijzonder aan deze kamer vind, is eigenlijk de combinatie van de authentieke elementen die ook nog bij de boerderij horen, gecombineerd met alle extra levens, hè? Alle opgezette dieren. En ja, er zitten een aantal exemplaren bij waar ik gewoon ontzettend blij mee ben. Hè? Als je hier kijkt, dan heb je hier de hop. Nou, dat doet mij denken aan onze vakantieherinneringen. Maar gewoon de pure schoonheid daar. Er staat daar zo'n paarse ibis. Dan denk ik, nou ja, heel veel mooiers is er niet, hè? Ja, in een kamer als deze kan eigenlijk een piano niet ontbreken. En dit is een minivleugel. En die hebben we destijds gekocht in Leeuwarden. En die stond daar ergens bij een meneer. En die stond een beetje te verpieteren in de schuur. Die hebben wij gekocht. Die hebben we laten opknappen. En hier heeft mijn zoon ongelooflijke uurtjes achter verbracht. Prachtig. Wat ook nog leuk is om te laten zien. De originele naam van vensterbankjes komt hier eigenlijk vandaan. Hier heb je twee vensterbankjes. En daar kan je dus werkelijk op zitten. En naar buiten kijken met z'n tweetjes. Nou, we zijn hier aangekomen in de gang. En we staan hier voor de monumentale deur die niet gebruikt werd. En dat doen wij ook niet. Maar we hebben er wel het nodige mee gedaan met deze gang. Eerlijk gezegd, toen we het huis gingen kopen en ik voor het eerst op deze plek stond, toen dacht ik, ja, dit is het huis wat ik wil hebben. Oorspronkelijk was het al zo, alleen we hebben het wel lekker zwaar aangezet met zware lambrisering, dramatisch goud en diep scharlakenrood. Nou ja, de heilige beelden en die combineren het echt tot een, Het is een beetje een kerk van gemaakt. Kijk, wat je daar ziet is een boog boven die deur en daar is een afbeelding van drie engelen. De een is aan het ploegen, de ander is aan het zaaien en de ander is aan het oogsten. Daaronder zit nog een deur en daar zit glas in lood in, zou je denken. Maar het is glas in hout. Dat is eigenlijk nog voordat er glas in lood werd gemaakt, deden ze het in hout. Hier hebben we de badkamer. Die hebben we ook behoorlijk verbouwd en uitgebroken. Was ook allemaal met kleine gangetjes. En we hebben eigenlijk heel veel samengevoegd van wat er is. Als je bijvoorbeeld kijkt, dan is dit het onderstel van een oude piano. Dit zijn de poten van een kaptafel. En dit is een doormidden gezaagd dienblad. En hier het riante bad. Twee persoons. En dat is heerlijk om daar elke avond even met z'n tweeën in te dobberen en bij te praten. Zometeen, de groene kamer. In de droomboerderij van Ingrid en Pieter in Zanderweer wacht achter elke deur een verrassing. Zie hier, de groene kamer. Nou, dit is eigenlijk de enige kamer die je warm kan stoken. Dus dit is de kamer om 's winters eventjes bij te komen en op de bank te zitten en wellicht een boekje te lezen. Ja, de groene kamer, vanwege de groene vloer. Maar het had ook de rode kamer kunnen zijn vanwege de rode bank. Maar ja, we hebben gekozen voor de groene vloer. Ja. Nou, binnen in het huis hebben we best wel heel veel slaapkamers. Maar eigenlijk is dit de allermooiste slaapkamer. Hier slapen wij onder de sterren. En eigenlijk bij alle weersomstandigheden het hele jaar door. Dit is gewoon een fantastische plek om te slapen. De sterren, als je 's morgens wakker wordt, al die vogeltjes. De wind om je gezicht. Het is fantastisch, zoveel kubieke meter buitenlucht. Ja, lekker hè. En ik heb altijd al bij het open raam willen slapen. Dus ik kan hier volop genieten. Ja. Nou, en naast onze buitenslaapkamer hebben we hier een sauna gemaakt. Het is de oude stookhut. Vroeger werd hier de was gekookt, brood gebakken, hier in deze schouw. En wij hebben hem omgebouwd van het fietsenschuurtje, wat het was toen wij hier kwamen, naar een lekker warm plekje.
Wat ik zelf mooi vind aan deze ruimte is dat we hem geleemstukt hebben. En dat we gebruik gemaakt hebben van speciale rivierkeitjes. En die hebben we een aantal keren flink in de lak gezet. En daarmee geeft het toch een heel mooi, authentiek, afgerond geheel. Ja, het is een heerlijk plekje. We hebben 1,5 hectare grond. Er zijn katten, er zijn kooikapers in de gracht. En ook deze vijver die circuleert weer, zodat de kooikapers steeds roelerend water hebben. En daarachterin hebben we ook nog een stuk grond met onze geiten. We hebben er 2, 4, 6. En nog een oesandschaapje. We hebben Nubische geiten. Die komen oorspronkelijk uit Ethiopië. En we hebben Girgentana's. Die komen uit Italië. En dit is Donnie. En Donnie is eigenlijk een toetje toe. Want wij kochten een geit en zij bleek drachtig te zijn. En toen kregen we Donnie. Alleen Donnie die werd niet geaccepteerd door Mamsie. Dus die hebben we weten te redden. En met het flesje grootgebracht. En nu hebben we een heel lieve, tamme bok erbij. Bijna net zo lief als Ingrid. Ik ben hartstikke trots op ons. En het is een feestje om hier te wonen. En ik ben ook dankbaar dat we mogen staan op de schouders van al die mensen die hier voor ons zo hard gewerkt hebben. Ja, en ik vind het ook heerlijk om hier te wonen. En ik vind het nog heerlijker om dat samen met jou te doen. Zo simpel is het.